Praline op de boerderij. Praline, roept Peter naar de kleine labradorpuppy. Ga je mee naar de boerderij? Saskia, Peters zusje, komt ook naar buiten. Ik ga ook mee, zegt ze. Ik wil de pasgeboren lammetjes zien. Na 10 minuten lopen zijn ze bij de boerderij van boer Jan en zijn vrouw Inge. Dag Jan, roept Peter. Dag kinderen, komen jullie helpen? We kunnen best wat hulp gebruiken, zegt Jan. Oh ja, ik wil graag helpen, zegt Saskia. En ik wil ook de lammetjes zien. Inge brengt zo dadelijk de schapen en de lammetjes naar de wei. Als je wilt, kun je haar helpen, zegt Jan. En Peter, ga je ook mee met de schapenkudde? Of zit je liever op de tractor als ik de akker ga eggen? Ik ga mee met de tractor, zegt Peter. Mag ik ook het stuur even vasthouden? Dat zien we nog wel, bromt de boer, maar hij knipoogt samen zweerderig. De boerin komt ook goeiedag zeggen. Ik vind het heel leuk dat je mij wilt helpen, Saskia, zegt ze. Je moet vooral op de lammetjes letten. Sommigen willen altijd de andere kant op. Intussen zijn Peter en boer Jan al op weg naar de akker. De boerin heeft 5 lammetjes. Oh, wat zijn ze schattig! Ze huppelen achter hun mama aan en blijven soms staan om aan de bloemen langs de weg te snuffelen. Naar de weide, roept Saskia, en dan huppelen ze weer vrolijk verder. Praline heeft op een wei naast de schapenweide een koe met haar kalf ontdekt. Blaft hij vriendelijk. Hij wil best eens met het kalf op de weide rondhollen. Kom Praline, roept Saskia. Er is nog werk in de stallen. Terwijl de boerin vers stro en hooi haalt, veegt Saskia de vloer van de schapenstal. Praline loopt overal snuffelend rond. Zoveel vreemde geuren heeft de kleine labrador nog nooit geroken. Kakelende kippen tevreden als Saskia graankorrels strooit. Ook de donzige gele kuikens pikken flink mee. Praline likt aan een graankorrel. Bah, hoe kunnen kippen nou zoiets eten, denkt hij. Saskia en Praline kijken naar de kuikens. Wat zijn ze grappig, die gele bolletjes wol op poten. Mama kip blijft de hele tijd in de buurt om een oogje in het zeil te houden. Terwijl Saskia met de boerin naar de bloesem van de appelbomen gaat kijken, slentert Praline over het erf. Schreeuwt een heel vreemde vogel naar de pup. Het is de kalkoenhaan, die wil tonen dat hij op het erf de baas is. Maar Praline is niet bang voor de kalkoen. Praline, Praline, roept Saskia. We gaan naar de ponies. Terwijl Praline hard langs het hek loopt, galopperen de ponies aan de andere kant van het hek mee. Praline vindt het heerlijk. Sta nu stil, zegt Saskia. Ik wil jullie borstelen. Ze moet op haar tenen staan om bij de hals van de grootste pony te komen. Poeh, zucht ze na een tijdje. Jullie zijn wel erg vuil hoor. Maar dat vinden de ponies helemaal niet erg. Vlak bij de paardenwei staat Praline plotseling voor een vreemde man. Hij komt behoedzaam dichterbij en snuffelt nieuwsgierig aan de broekspijpen, die met hooi gevuld zijn. Nee, dat ruikt helemaal niet als een mens. Een vogelverschrikker vindt Praline wel heel erg vreemd. Verderop staat een hok. Er beweegt iets in het hok. Hé, wat een leuk dier. Het is een konijn. Praline duwt zijn neus door het gaas en het konijn duwt zijn neus tegen die van Praline. Op de volgende weide staat mama geit met haar kleintje. En wat verderop staat de bok met zijn lange gevaarlijke horens. Hij is de papa van het kleine geitje. De bok komt dichterbij om Praline beter te bekijken.
Maar dat is te veel voor de kleine pup. Hij draait zich om en loopt op een drafje naar de boerderij. Hoort Praline als hij voorbij de varkensstal rent op zoek naar Saskia. Het varken steekt zijn kop uit de stal. Kijk eens hoe leuk, denkt Praline. Vier kleine eendenkuikens waggelen over het erf. Hebben jullie zin om te spelen? Wil Praline zeggen. Maar dat begrijpen de eendenkuikens niet. Die kleine hond is voor hen veel te wild. Luid kwakend zetten ze het op een lopen. Mama en papa eend verdedigen natuurlijk hun kroost. Met gestrekte halzen rennen ze achter Praline aan. Ze willen die wilde bras eens een lesje leren. De arme Praline begrijpt er niks van. Hij wou toch alleen maar spelen? Praline rent zo hard hij kan, maar de boze papa en mama eend zitten hem heel dicht op de hielen. Praline kijkt even om naar zijn achtervolgers en dan gebeurt het. Hij holt door hoog gras en biezen, maar opeens is er geen gras meer. Plons! Praline verdwijnt helemaal onder water in de eendenvijver. Als hij boven komt, kijkt hij verbaasd om zich heen. Langs alle kanten ziet hij water en eenden. Maar gelukkig zijn het vriendelijke eenden. Praline zwemt zo vlug mogelijk naar de kant. Hij schudt het water en de waterplanten uit zijn pels. Het verfrissende bad vindt Praline wel leuk, maar zijn pels ziet er nu vies uit en hij ruikt ook een beetje vies. Praline vond het wel een heel avontuur, maar nu wil hij naar Saskia en Peter. Hij wil ook naar huis, want hij heeft honger en dorst. Onderweg komt hij papa en mama eend tegen. Ze lachen de kleine puppy uit, omdat hij zo vies is. Saskia is heel blij dat Praline terug is. Ze slaat haar armen om de kleine puppy en drukt hem tegen zich aan. Ik heb je echt gemist hoor, zegt ze. Ik jou ook, wil Praline zeggen en hij geeft haar een stevige lik op haar wang.